Lans is echt een familiebedrijf, al heel lang actief in de tomatensector. We hebben momenteel een areaal van 53 hectare. Op deze locatie aan de Burgerweg is 12,5 hectare, waarvan twee kassen met groeilicht en één kas zonder groeilicht. En we telen verschillende types tomaten. Op deze locatie is het hoofdzakelijk de Braudesse, dat is een tomaat met een hoog lycopeengehalte, die we ook als een Harvest of Health tomaat in de markt zetten. Echt een merknaam. Ik ben zelf Kees Maan, teeltmanager op de locatie aan de Burgerweg bij Lans. Verantwoordelijk voor de plantengroei, klimaatsturing, bemesting en de gewasbescherming. Ja, we telen Praudes jaar rond en we willen dat merk ook duidelijk een jaar rond kunnen aanbieden aan onze klanten. Dus daarom hebben we ook verschillende kassen met dit ras. En die we ook op een andere verschillende tijdstippen van het jaar wisselen, zodat we continu het product beschikbaar hebben voor onze klanten. We zijn het Cream Steam gaan gebruiken omdat het echt een verbetering geeft, denken wij, op de kwaliteit van onze vruchten. En dat is echt iets wat we goed kunnen gebruiken. De stevigheid van de vrucht, de glans van de vrucht, ook neusrot wat daardoor soms minder zou zijn. Dat zijn echt de argumenten geweest om het middel te gaan gebruiken. Ja, we geloven niet in wondermiddelen, maar als er iets is wat onze kwaliteit van onze tomaten op een hoger niveau kan brengen, dan willen we dat beetpakken. Ja, op deze locatie heb ik het alleen in Braudesse gebruikt. Dat is een ras wat in de zomer wel eens wat doffer kan worden en ook gevoeliger voor een kriemscheurtje en een neusrotje. Daarom hebben we het op dit ras geprobeerd. Ja, over de toediening hebben wij gekozen voor het meedruppelen met ons watergeefsysteem. Ja, dat is gewoon goed gegaan. Nou, de belangrijkste reden om Cream Steam te gaan gebruiken vinden we toch dat het duidelijk een positief effect heeft op onze kwaliteit van de tomaat. Zeker de uiterlijke kenmerken van de glans en het minder scheurgevoeligheid van de vruchten en het neusrotverhaal. Nou, de resultaten waren toch wel zo dat we dit middel ook voor het komend seizoen willen blijven inzetten. Zeker in het Praudesse ras. En we hebben bij Lans ook nog een ander ras, Dunay, waar we het ook in willen gaan gebruiken.